creativiteit ja. iets creëren. Ja. Als we een trainer hebben, dan pakken we het bord er eigenlijk bij. Hou je hier eigenlijk van door de week bij Volendam? Als het bord erbij komt? En, Ja, want je moet toch de tegenstander analyseren. En met beelden erbij wel, vind ik. Ja. Dat is wel altijd heel makkelijk op dit ding. De afstanden zijn zo lekker kort. Goed, Willem, neem ons eens even mee. Er zijn een paar punten die je wil laten zien. Beginnen bij Ajax, volgens mij. Ja, ja. Nou ja, kijk, trouwens over de afstanden gesproken. Normaal staat het allemaal nog iets compacter natuurlijk. Maar ik denk dat het voor iedereen die dit nog een beetje wil volgen, dat het beter is dat het allemaal iets verder uit elkaar staat. Wat duidelijk zichtbaar was, denk ik dat Feyenoord heeft gekozen om de aanvallend meest sterke speler van Ajax proberen te neutraliseren. Dat is denk ik Frenkie de Jong in de opbouw dan althans. En daardoor kwam Matthijs de Ligt wat vaker aan de bal. Nou, dat hoeft op zich niet per se ramp te zijn. Want ik vind zeker van Nederlandse begrippen dat Matthijs de Ligt een prima voetballende verdediger is. Alleen wat ik vandaag verder nog wat minder vond, en dat lag niet eens per se aan Matthijs de Ligt, was eigenlijk wat er daarna gebeurde. Want ik vond eigenlijk Ajax heel statisch in het overtal creëren uiteindelijk op het middenveld. Daarin zag je dat El Amadi vaak toch hier bij Donny van der Beek speelde als hij daar kwam. Je ziet nu toch wel wat vaker dat Ziyech er ook wel wat vaker aan de rechterkant komt te spelen. Ja. Nou, dan pakt Vilena pakt eigenlijk daar Ziyech op. En dan speelde Toornstra hier een beetje vanuit Schöne. Ja, en dan hoop je dat er door middel van positiewisselingen. Kijk, ik vertel vaak tegen mijn spelers dat kijk, als je de tegenstander zover krijgt dat ze keuzes moeten gaan maken. Dan heb je ze eigenlijk waar je ze hebben wilt. Want dan komt er altijd een moment dat ze moeten reageren. Dan zijn ze vaak te laat. Nou, dat gebeurde nu niet. En wat er eigenlijk gebeurde was dat Ajax speelt dan in het rood en Feyenoord in het blauw. Dat eigenlijk een beetje vanuit deze man toch langzaam, uiteindelijk als hij ging indribbelen, toch heel langzaam die lijn werd dichtgelopen. En dan gaat het erom dat of hij of daar aan speelbaar wordt. Dat is Schöne dan? Schöne. En als dat niet kan, want dat doet Toornstra natuurlijk slim, die loopt die lijn dicht. Dan hoop je natuurlijk via een derde man, dus dan is dit de eerste, dit is de tweede. En dat hij dan hieronder komt als derde man, zodat je met gezicht naar de goal krijgt. Ja, dan hoop je dat je daar zeg maar je overtal krijgt. En dat gebeurde heel weinig. Weet je wat ik ook vind in... Want Frenkie de Jong speelde vandaag gewoon echt als centrale verdediger. Ja. Is bijna niet op het middenveld geweest. Dan vind ik, en dat heeft Ten Hag denk ik in de rust ook gezegd tegen de backs, dat de backs wel moeten gaan lopen. Want ja. Wat nu vaak gebeurde was, de Ligt had dan de bal. En dan kwam Berghuis ook helemaal naar binnen, richting Schöne toe. Ja. Want Toornstra of Jurkensen ging dan naar de Ligt toe. En Tagliafico bleef dan vaak een beetje op gelijke hoogte als de Ligt staan. En ik denk als die wat hoger had gaan staan, dat Feyenoord problemen had opgeleverd. Ja. Ja, en wat je wil, en dat is ook wel een heel mooi bruggetje, zeker ook naar de 1-0. Kijk, het lukt bijna nooit als elftal om dat 90 minuten vol te houden. Er komt bijna altijd een keer een moment, dan valt een bal eruit, of per toeval komt hij dan toch een keer hier terecht. Nou, dat gebeurde met Frenkie de Jong. Die dribbelde toen in. En toen kwam de situatie dat onze grote vriend Tagliafico, heet hij volgens mij, wat naar binnen kwam. En dat Kluivert Nico zich... Nico noemen. Nico heet dat, maar ja, dat is makkelijker. Ja. En dat Kluivert zich wat meer liet inzakken. Ja. En toen werd die bal ingespeeld. En toen... kijk, en dan moet die back een keuze gaan maken. Moet hij mee? Ja. Of kan hij hier blijven? En dat bedoel ik met keuzes maken. Nou, hij koos er nu voor om, zeg maar, allebei een beetje te doen. Nou, hij kwam uiteindelijk daar. En toen kwam de bal van Kluivert. Die ging binnendoor. Steekbal. Ja, er werd de achterlijn gehaald. Teruggetrokken voorzet. En Donny kon hem meenemen. Schiet hem daarin. En dan krijg je dus ineens een wisselwerking tussen een buitenspeler die wat verder naar de buitenkant komt en een back die eroverheen gaat. Zag je later nog een keer aan de andere kant bij de 2-0 ook dat ook Veldman een keer eroverheen... Ja. Dat zie je bij City, zie je dat ook vaak, hè? Dat de back naar de binnenkant gaat lopen, zodat de bal gelijk naar de buitenspeler gespeeld wordt. Maar is dat dan nou gewoon, ik wil niet zeggen toeval, we hebben het over profvoetbal, maar dat het nu de hand van Ten Hag is dat de twee assisten van de twee backs komen vandaag? Nou, ik weet niet of dat aan hem gevraagd... Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want ik vond dat ze de tweede helft dat wel meer deden. Of in ieder geval in die situatie. Maar jullie als kenners, zie je dat dan terug? Dat hij dat echt expliciet wilde, de tweede helft? Nou ja, kijk, het gebeurt nu twee keer. En er wordt zelf in een week als je scoort. Dus dat zou wel heel erg toevallig zijn. Alleen je moet er naar het bij zijn geweest natuurlijk om te weten of dat ook daadwerkelijk zo is afgesproken. Maar wat Kees zegt klopt wel. Dat komt vanuit Guardiola volgens mij ook een beetje vanuit zijn Bayern München tijd. Waarbij hij vooral ook met Alaba en ook met Laam die toen nog speelde. Ook heel vaak zeg maar, de backs die eigenlijk deze loopactie maakten. En dan of daar aangespeeld konden worden. Of inderdaad dan de buitenspeler die wat verder aan de zijkant kwam. En dan komt er wat meer beweging. Ja, en dan moet een tegenstander moet gaan reageren. Dan komen er wat meer ruimtes. En dan komt er altijd een moment, wat ik net al zeg. Dan moet een tegenstander een keuze gaan maken. En juist in die halve seconde
is dat het moment om toe te slaan als team. Maar is dat dan ook, Feyenoord doet het de eerste helft dan heel goed. Is dat dan ook de kwaliteit van Ajax, dat Ajax verder is, dat je weet dat als er zo'n moment is, dat Ajax meer kwaliteit heeft om het dan ook gelijk te benutten? Ja, dat is één. Dus ze hebben kwaliteit om het kapot te kunnen spelen. En twee, kijk, één helft volhouden is één. Maar voetbal bestaat uit twee helften. En dat is natuurlijk geen toeval dat het is vaak, geen toeval, inderdaad. Vaak in de tweede helft komt er wat meer ruimte. Omdat teams wat meer vermoeid raken. En omdat ze toch even net even een paar meter minder kunnen lopen. Of net even de ruimte wat groter worden. En dan snijdt een tegenstander wel doorheen. Nou, dat bij Frenkie de Jong, als je dan gewoon als Toornstra eventjes niet in de buurt was, dan versnelde die gelijk het middenveld in. Ja, dat is natuurlijk ook iets. Ik denk dat Toornstra een kilometer of 18 gelopen heeft vandaag. Ja, je wilde ook nog iets laten zien over Feyenoord? Nou ja, wat ik bij Feyenoord wel echt wat minder vond, de rest is allemaal niet eens heel erg belangrijk. maar kijk, Feyenoord gaat een opbouw spelen. En dan zag je bij Ajax dat er bijvoorbeeld, dan werd die bal ingespeeld. Dan ging hier Huntelaar druk zijn en dan kwam Neres daar. En dan komt die bal uiteindelijk nog hier en dan verwacht je iets van die back. Die back moet dan initiatief gaan nemen om aanspeelbaar te worden. En Neres loopt dan vanuit die back, zeg maar, die lijn dicht. Nou, dan kom je eigenlijk in hetzelfde als waar we het net over hebben. Dan moet die back of dit gaan doen, of die moet daar gaan uitzakken. Of die heb je hetzelfde als wat ik net zeg met een derde man. Dat je hem 1-2, dat je hier onder komt als derde man. Zodat je een overtal krijgt. En dat heb ik al in meer wedstrijden van Feyenoord gezien. Dat niet vaak genoeg gebeurt. Waardoor je eigenlijk nog zonder dat je nog je back zelfs hoeft door te sturen of een middenvelder. Ja, krijgt Ajax eigenlijk hun heel makkelijk onder druk. Met eigenlijk maar twee man die iets hoeven doen. Ja, en dan kom je nooit onder druk uit. En dat is denk ik wat Feyenoord had het verdedigend heel aardig onder controle de eerste helft. Maar aanvallend hebben ze natuurlijk heel weinig gebracht op die hele grote kans van Berghuis daarna. Maar dat kwam niet uit zo'n situatie. Nee. Dat is toch opmerkelijk. Is dat dan ik moet niet met vingers erbij, maar is dat dan de grote fout van Giovanni van Bronckhorst? Want je stelt een hele jonge linksback op die het verdedigend fantastisch doet en waarvan je deze loopacties, initiatieven misschien moeilijk kan verwachten. En aan de andere kant staat eigenlijk een centrale verdediger die echt op Justin Kluivert is gefocust. Maar dus ja, Willem zegt dan eigenlijk dat hij het hele seizoen al, hè, het is niet alleen deze wedstrijd wat je opvalt bij Feyenoord. Nee, maar vandaag zit het verschil in de details en de backs zijn tegenwoordig hartstikke belangrijk. En je weet van tevoren dat dit... Ja, Feyenoord, wat je zegt, dat net zelf de situatie waarin ze in zitten. Ik heb niet één seconde het idee gehad dat ze iets kwamen halen. Ik denk als ze 0-0 hadden gespeeld, dat ze het prima vonden. Ja, dat vind ik heel raar. Ja, en daar kies je ook deze backs op, denk ik. Ja. Weet je, als dat Karsdorp was vorig jaar, ja, die had dat natuurlijk wel... Dat is wel even iets anders. Ja, maar het moeilijke is in deze situatie, kijk, de trainer kan er iets van vinden. Maar deze jongen die aan de bal is, moet een keuze maken. Ja. Deze jongen moet een keuze maken, want die moet of zich laten uitzakken of daar komen. Als hij hier komt en hij wil graag de derde man worden, dan moet deze jongen nog iets doen. Dus kijk, je hebt te maken met een trainer, je hebt te maken met een centrale verdediger, met een back, met een middenvelder die dan weer als... Dus het hangt ook wel, samen met heel veel verschillende aspecten. En ja, ik heb daar gewoon niet goed genoeg zicht op ja, waar het dan aan ligt. Ja. Maar als je dit niet voor elkaar krijgt... Dan kom je niet aan de opbouw toe. En kom je er ook bijna nooit onder druk uit. Die jongen die verdient trouwens wel even echt een heel groot compliment. Beste speler. Linksback.